Heel fijn dat u de tijd neemt om vanuit Frankrijk hier bij ons aan te sluiten. U bent conserveringsspecialist bij het Nationaal Archief. En leidt daar grote conserverings- en digitaliseringsprojecten. En nu verbonden aan de afdeling digitalisering, gericht op massadigitalisering. En werkt u aan de toegankelijker maken van gedigitaliseerde archieven. En op dit moment leiden we ook een project waarbij met kunstmatige intelligentie 2 miljoen scans automatisch worden omgezet in machineleesbare tekst. Dat project dat heet de ijsberg zichtbaar maken. Je zou bijna denken, u bent niet met dat topje van die ijsberg bezig, maar met die enorme berg eronder. We hebben net een spreker gehad, die heeft ook een enorme berg aan data voor zich liggen, zeg maar. Maar u ook als ijsberg. We zijn benieuwd naar uw bijdrage van een minuut of 20. Het woord is aan u. Prima. Ik ga proberen mijn presentatie te delen. Ik ben Lisbeth Keijzer. Ik ben al een beetje ingeleid. Ik ben projectleider van de afdeling digitalisering van het Nationaal Archief. Het Nationaal Archief is de grootste archiefinstelling van Nederland. En we hebben met name de archieven van de Rijksoverheid of ook organisaties die voorloper zijn van de Rijksoverheid. Dus bijvoorbeeld de VOC. En we hebben natuurlijk ook archieven van nationaal belangrijke persoonlijkheden. Een gigantische bron van informatie die opgeslagen zit in onze archieven, in onze depots, in die dozen, op dat papier. En daar gaat mijn presentatie van vandaag over, hoe we daar meer mee kunnen doen dan dat we nu doen. Ik ga nu kijken hoe ik naar de volgende slide kan. Oeh, ja, daar gaat hij, als het goed is. Ja. We digitaliseren onze archieven om dat beter toegankelijk te maken voor onze klanten. We hebben een ontzettende digitaliseringsbehoefte, of een ambitie ook. We digitaliseren 15 miljoen pagina's per jaar. Dat is per week ongeveer 30 meter archief. Dat zijn 30 boekenkaststellingen van een meter die we wegwerken. We hebben een ontzettende grote digitaliseringsfaciliteit, zelf ingericht, maar ook we werken met marktpartijen om deze ambitie te kunnen realiseren. We vinden het heel erg belangrijk dat ons archief overal, altijd en voor iedereen toegankelijk is en bereikbaar is. En dat kan je natuurlijk realiseren door het te digitaliseren. We hebben een hele internationale collectie, wat ik al zei. We hebben VOC-archieven, maar ook de West-Indische Compagnie. Dat betekent dat er heel veel collega's in de wereld, onderzoekers in de wereld, graag met onze bronnen aan de slag gaan, dat willen onderzoeken. En doordat we dat digitaliseren, kunnen we daar ook makkelijker gehoor aan geven. Deze mensen die hoeven niet naar Nederland te komen, ze hoeven niet overdag naar de studiezaal te komen, maar kunnen ook online al die archieven nu raadplegen. Maar we merken ook van, ja, alleen digitaliseren, alleen maar het maken van scans, dat is niet voldoende. We merken dat mensen gewend zijn dat ze in de webshops kunnen zoeken wat ze willen, kunnen vinden wat ze willen, kunnen filteren. Precies kunnen zeggen, oké, ik ben een vrouw, ik heb die maat, ik heb dit figuur, ik wil die graag dat kleur, die kleur van een rokje. En ze vinden dan precies wat ze willen hebben. Maar als we scannen, als we dat digitaliseren, dan heb je bijvoorbeeld van een archief van de VOC, een dik boek van de VOC, dan zomaar 1000 scans zijn. Ja, daar worden mensen natuurlijk niet heel erg blij van als ze 1000 scans plaatje voor plaatje moeten gaan bekijken om te vinden om de informatie te vinden die ze zoeken. En we willen daar een eind aan maken. Mijn voorganger die heeft al iets verteld over handschriftherkenning. Wij gaan ook aan de gang met handschriftherkenning. Of we zijn eigenlijk al aan de slag met handschriftherkenning. We zijn vorig jaar gestart en we hebben 2 jaar de tijd om 2 miljoen scans ontsluiten met automatische handschriftherkenning. Helaas is inmiddels de planning wel een beetje uitgelopen. We zitten met corona. We merken dat dat natuurlijk vertragend werkt voor alle werkprocessen. En het blijkt ook best wel een complex proces te zijn. Dus we moeten nog een beetje meer geduld houden hebben. Dus ik denk dat we medio volgend jaar wel klaar zijn. Wat we willen gaan doen is 2 miljoen scans ontsluiten met Transcribus. Transcribus is een platform voor automatische handschriftherkenning. Dus dat betekent dat dat platform kan die handschriften op die scans
lezen en daarmee ook machine doorzoekbaar maken. Dan kan je er zo meteen in zoeken, full text, kan je erop gaan filteren. En dat is natuurlijk een ontzettende toegevoegde waarde, want in feite wat je doet is de geschiedenis ontsluiten op een manier die je nog nooit geëvenaard is. Dit is denk ik wel een revolutie gaat het betekenen in de mogelijkheden van archiefonderzoek. Wat we hebben geselecteerd aan archief is het VOC-archief, 1 miljoen scans van de VOC uit de 17e en de 18e eeuw van het Nationaal Archief. En we digitaliseren ook voor de Rijksarchieven in de provincie, dus die doen ook mee. Zij doen mee met notarieel archief uit de 19e eeuw. En een hele grote portie van dit notariële archief is van Noord-Hollands Archief, maar er zijn ook andere notariële archieven, andere archieven in de provincie die meedoen. Dus in totaal 2 miljoen scans. En ja, nog even, wat is dan transcriberen? Want ik merk dat ik heel vaak in jargon spreek en misschien kent niet iedereen de term transcriberen. Maar dat betekent dus dat je transcriberen eigenlijk betekent het omzetten of overschrijven. En in de context van dit project betekent het dat we het omzetten naar van handgeschreven tekst naar dus tekst die door de computer gelezen kan worden. En ja, en dit is dan ongeveer het palet van handschriften waar we mee te maken hebben. En dat computerprogramma Transcribus, dat moet je echt voeden. Dat moet je echt leren om te kunnen gaan met die handschriften. Ik ben altijd wel eens jaloers. Er zijn verschillende collega's in Nederland en buitenland die ook bezig zijn met handschriftherkenningen, maar die hebben dan bijvoorbeeld één handschrift van één schrijver en die het hele oeuvre van die schrijver ontsluiten op deze manier. En die klagen al over dat zo'n handschrift ontwikkelt, dat zo'n jonge schrijver een heel ander handschrift heeft dan een bejaarde, die meneer of die mevrouw als die bejaard is. En ja, dan denk ik van dat is makkelijk. Moet je eens kijken met hoeveel handschriften ik te maken heb. Ik denk dat we wel met duizenden handschriften te maken hebben. Dus je moet, die computer moet al die handschriften kunnen lezen. Als je dit plaatje ziet, dan zie je ook dat de ene uithaal heel anders is dan de andere. Sommige letters staan heel erg scheef, andere veel minder. Sommige zijn echt rond en allemaal rare lussen. Je ziet de papierkleur veranderen, je ziet de tekst veranderen, je ziet de layout veranderen. Zelfs een stukje voorgedrukt papier zie je. Nou, die machine moet al die layouts kunnen herkennen, moet al die handschriften herkennen, moet al die regels, al die woorden kunnen herkennen. Dus dat is echt een behoorlijke uitdaging. Om daarmee om te gaan hebben we uit die dataset van 2 miljoen scans een random set gemaakt van ongeveer 6000 pagina's. En die 6000 pagina's hebben we in het platform Transcribus geïmporteerd. En Transcribus is trouwens een platform wat ontwikkeld is door de Universiteit van Innsbruck. Of het wordt gehost door de Universiteit van Innsbruck, maar het is ontwikkeld binnen een Europees project. En op dit moment is dat nog steeds is het project afgelopen, maar stellen ze het beschikbaar met een soort van betaalmodel erachter om het ook in stand te kunnen houden. En er zijn natuurlijk ook nog wel andere manieren om automatische transcripties te maken. Maar wij vonden het prettig om met deze partij in zee te gaan. Wat je hier ziet is een printscreen van het platform Transcribus. Je ziet dus een scan die is geüpload. Dit is een scan van de VOC. En daaronder zie je de tekst. Die tekst die is in dit geval ingevoerd door een team van transcribenten. Dus we hebben echt een team van mensen die deze teksten kunnen lezen en die dat kunnen intypen. Hebben we geïnstalleerd en die hebben een half jaar lang 6000 pagina's woord voor woord helemaal ingetypt. En als je ook goed kijkt, dan zie je op deze pagina de bovenste regel is blauw gehighlight. En van de scan en ook van de tekst. Dus is er een correlatie heel duidelijk tussen locatie op de scan van de tekst en de tekst van wat ingetypt is. Zodat die computer precies ziet van hey, deze informatie staat op deze regel van de scan. Nou, een half jaar lang met een behoorlijk team transcriberen is natuurlijk een ontzettende tijdsrovende en kostbare klus. Maar doordat je zoveel materiaal maakt waarmee je de computer kan trainen met machine learning en daarmee zelf kan leren het zelf automatisch te doen, heb je natuurlijk straks een gigantische tijdswinst.
We hebben door deze, met deze 6000 transcripties een model kunnen ontwikkelen, wat ongeveer, ja, meer dan 90% van de karakters goed weet te herkennen. Dus dat betekent dat we 90% van de teksten gewoon nu als in de computer ingevoerde teksten kunnen ontsluiten. Dat is natuurlijk ontzettend mooi. We hebben op dit moment alle 2 miljoen scans ook al verwerkt. Dus met dat model wat we hebben getraind in Transcribus zijn ze nu allemaal omgezet naar machine leesbare teksten. En ja, dan is het vervolgens de vraag, oké, wat doe je dan met al die teksten? Waar ga je dat dan in doorzoeken? Nou, we zijn nu ook bezig om een projectwebsite te realiseren, waarbij we dan ook al die transcripties kunnen doorzoeken. Dit is een mock-up, dus dit is niet de daadwerkelijke transcripties die je ziet, maar dat is een beetje alsof. En zo gaat het er ongeveer dan uitzien. Je ziet hier zeg maar de landingspagina van die projectwebsite. Dat is een prototype, zo gaat het er misschien uitzien. En wat je dan ziet is rechtsboven zie je echt een zoekbalk. Je kan daar een woord inzoeken, intypen en op de hele dataset gaan doorzoeken. En daaronder zie je dan per boek alle resultaten die gevonden zijn met dat zoekwoord. Links zie je ook allerlei mogelijkheden om te filteren. Je bijvoorbeeld op archiefinstelling of op het archief of in een tijdsvlak. Dus op die manier kan je steeds beter vinden wat je zoekt. Als je dan vervolgens op dit boek bijvoorbeeld klikt, dan ga je naar de volgende laag van de projectwebsite. En dan zie je de scans van dat boek met daarin ook weer de zoekresultaten gehighlight. En ga je dan weer doorklikken op één zo'n pagina, dan zie je vervolgens de scan met ook de transcriptie erbij. En ook weer het zoekresultaat gehighlight, die roze balkjes. Zowel in de tekst als in de scan. En we merken al, als je ik vind zelf al, als je die transcripties ziet en je ziet de scan erbij, dan sta je echt versteld van wat die machine kan doen. Want ik kan vaak die hele scans helemaal niet lezen. Het zijn best wel heel erg moeilijke handschriften soms, die moeilijk te doorgronden zijn. Ik vind het echt verbazingwekkend dat zo'n machine dat dus met die datasets die wij hebben gemaakt in staat is om dat zelf te doen. Wat we ook gaan doen met deze projectwebsite is dat we ook een verbeterslag willen doen op de transcripties. Er zijn bepaalde fouten die regelmatig worden gemaakt die je waarschijnlijk vrij eenvoudig automatisch kan corrigeren. En wat we ook willen is dat we bepaalde moderniseringen gaan doorvoeren. Dus we krijgen zometeen 2 transcripties die je kan gaan raadplegen. Je ziet hierbovenin kan je een selectie maken. Dus of de verbeterde transcriptie of de originele transcriptie. Dus iemand kan zelf selecteren wat hij het prettigst vindt om te doorzoeken. Je ziet hier ook nog een geel balkje. En onze intentie is ook om bepaalde entiteiten te herkennen. En dan heb ik het over plaatsnamen, persoonsnamen en tijdsindicaties. Dus we willen heel graag dat die machine in die bewerking ook herkent waar die entiteiten staan. Dat dit ook herkent van, hey, dit is een plaatsnaam. Of dit is een locatie en dit is een persoonsnaam. Wat we merken, dat geldt natuurlijk ook voor het herkennen van die handschriften, maar ook bij het herkennen van deze entiteiten. We hebben best wel veel kunstmatige intelligentie die heel veel kan, maar je hebt hier te maken met historische data, met historische termen. En dat maakt het heel moeilijk om datasets te vinden, om die machine mee te trainen, om dat ook zelf te kunnen herkennen. Daarom is de leverancier die ook voor ons, of een van de leveranciers die ook werkt aan die projectwebsite voor het doorzoeken van die transcripties, is nu ook een project begonnen met het herkennen van die entiteiten. Het maken van een dataset om die machine mee te trainen om die entiteiten zelf te herkennen. En dat is het project Tag the Text op vele handen. Dat is een crowdsourcingsplatform van Pictoray. En op dit moment zijn vrijwilligers bezig om in de transcripties en in de scans aan te geven van, hey, dit is een plaatsnaam, hey, dit is een persoonsnaam. En we hopen op die manier zoveel trainingsdata te genereren voor
machine learning, dat de machine zo meteen zelf die entiteiten kan herkennen. En dat kan je natuurlijk helpen in het zoeken in die datasets, in die transcripties, of in die projectwebsite. Maar ja, dat duurt nog wel eventjes voordat onze projectwebsite klaar is. De planning is dat we medio mei klaar zijn en dat we dan die website daar beschikbaar hebben. Dat iedereen dan die 2 miljoen scans daar kan doorzoeken. Maar ja, eigenlijk was ik wel heel erg benieuwd van ja, wat kunnen we nou eigenlijk met die transcripties? Ik denk dat er zoveel meer mogelijk is met, in onderzoek, in archieven, met deze transcripties. Ik vind het natuurlijk heel belangrijk om aan te tonen dat we heel belangrijk werk doen, maar ook dat we het in de toekomst moeten blijven doen. Dus wat ik heb gedaan samen met mijn collega's van Noord-Hollands Archief, een prijsvraag uitschrijven om juist ook studenten uit te nodigen om met onze data te gaan grasduinen. Dus ik ben ontzettend benieuwd wat er allemaal uitkomt. Ik stel me zo voor dat je allerlei big data analyses kan doen, met data mining bijzondere vondsten doet, rare visualisaties. Ja, ik ben geen digital humanities specialist, maar ik ben echt heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik heb ook alvast een collega gevraagd om te grasduinen in onze transcripties. En hij heeft met een bepaalde tool, Voyant tool, heeft hij een behoorlijke set van de VOC weten te doorspitten. En zo vond hij, kon hij eigenlijk, doordat hij op bepaalde woorden kon zoeken, hij wilde onderzoek doen naar het slavernij. En hij heeft gevonden hij heeft kunnen reconstrueren hoe de slavenopstand in Banda in de 17e eeuw in Indonesië tot stand is gekomen. Hoe dat zich heeft ontwikkeld. En dat is wel heel bijzonder, want die informatie heeft hij nog in geen enkele bron kunnen terugvinden. Maar door in deze dataset op bepaalde woorden te zoeken, dan weet je precies van hey, daar zijn aanknopingspunten om mijn onderzoek verder uit te voeren. Hij heeft gezocht op weglopers, op slavenopstand, slaven. En op die manier heeft hij kunnen reconstrueren dat waarschijnlijk een pokkenepidemie die de slaven heeft, een groot deel van de slaven heeft gedood en waardoor de slavenbestand moest worden aangevoerd, dat een hele dat heeft ervoor heeft gezorgd dat het de hele maatschappij eigenlijk ontwricht is geraakt en daardoor heel veel in onvrede is gekomen. En wat ook interessant is, heeft hij een ander onderzoek gedaan naar vulkaanuitbarstingen in Indonesië. Indonesië is natuurlijk een heel belangrijke, the Ring of Fire, een belangrijk punt waar veel onrust in de bodem zit. En dus daarom zijn ook veel mensen geïnteresseerd in vulkaanuitbarstingen en dergelijke. En hij heeft dus de dataset ook hierop doorzocht. En er zijn natuurlijk, er is al heel veel onderzoek gedaan naar vulkaanuitbarstingen. Dus hij heeft die hele, het overzicht van de vulkaanuitbarstingen die er zijn bekeken. Maar heeft nog aanvullende uitbarstingen gevonden in onze transcripties, die nog niet eerder beschreven staan. Dus dat kan ook weer bij helpen om de geschiedenis te reconstrueren en daarmee ook de toekomstige uitbarstingen mogelijkerwijs te voorspellen. Dus ik zie wel een soort van revolutie in het archiefonderzoek. En ik ben echt benieuwd wat ons te wachten staat. Ik wil nog even zeggen dat de transcripties grotendeels al beschikbaar zijn. Dus als er nog meer mensen willen gaan grasduinen, wees welkom. Ze staan op Zenodo. Het model ijsberg wat we hebben gemaakt om onze 2 miljoen scans te ontsluiten, is ook beschikbaar in Transcribus. Dus ook daar kan je gewoon gebruik van maken. En we proberen onze website zoveel mogelijk open source te maken, zodat ook die voor andere mensen herbruikbaar is, of voor andere instellingen. En wil je nog meer informatie weten, je kan ook naar de website gaan van het Nationaal Archief, nationaalarchief.nl/handschriftherkenning, of je bent welkom om met mij contact op te nemen. Nou, dat was mijn presentatie. Dank voor jullie aandacht. Ik ga nu mijn presentatie stoppen en dan ben ik waarschijnlijk binnen ongeveer een minuut waarschijnlijk weer als mens in beeld, maar dat duurt eventjes. We gaan kijken of dat lukt. Blijft de geluidsverbinding dan wel in stand, denkt u? Dat schat ik wel in, hè? Nou, dat wordt misschien ook nog lastig. Dus we kijken eventjes of ze inderdaad dan binnen een minuut in beeld komt.
Want ook dit leidt wel tot even enkele vragen, maar dat gaan we straks ook doen. Maar we hebben nog even een moment. Misschien is er ook nog een verschil tussen Noord- en Zuid-Frankrijk. Maar dat zal ook nog kunnen, ja. Ja, u bent weer in beeld. Ja, dank u wel. Ja. Wat gevraagd wordt is, is die ijsberg, is die in te kaderen, is die definieerbaar? Of is die zo huge dat we ook dit als een project kunnen zien waar we misschien wel gedurende uw loopbaan en alle loopbanen die er nog gaan komen in verder kunnen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat die ijsberg gaat alleen maar... ik denk dat die steeds verder groeit, maar misschien op een andere manier. Want ik verwacht ook wel dat er... de dataset wordt natuurlijk enorm groot. Maar ik denk dat de tooling en de mogelijkheden van onderzoek ook steeds geavanceerder wordt, waardoor je het misschien ook beter kan beteugelen.